Graag laat ik jullie zien wat de mini-cursus aankomende haakmutsen inhoudt. Wat we doen is de basissteken leren van het haken. Er zijn een beperkt aantal steken wat eigenlijk de basis is van al het haken. En die kan ik je leren in 3 lessen. We zouden het zo kunnen doen dat we lapjes haken en dat waar je dan vervolgens niks mee doet, maar dan heb je eigenlijk geen doel aan het eind. Ik heb daarom bedacht om ook gelijk op het moment dat jij dus je steken oefent, je motoriek oefent, hoe doe ik die steek en de gelijkmatigheid oefent, dat we daar ook een doel bij hebben. In de eerste les leren we de allerbasissteek, dat heet een vaste. Daarvoor maken we een lapje. Toch weer een lapje, maar met een doel. Want deze keer maken we daar dus een knuffel van. Dan maak je eigenlijk een knuffel van een lapje. Je leert ook meteen veiligheidsoogjes gebruiken. Een beetje borduren, neus, mond. Inschatten wat afstanden zijn. En een staartje, een dingetje, een touwtje haken. En dan heb je een knuffeltje. Die wordt dan gevuld. Er wordt ook van je gevraagd een klein beetje eigen inzicht. En dan kun je deze lekker ergens op een plank zetten. Trots op zijn. Of je geeft hem aan je kleinkinderen. Of aan je kinderen. Of misschien wel aan de hond. Dus dat is de eerste les. Les 2 hebben wij andere steken. Je ziet hier een gelijkmatige steek die ook echt voor knuffels wordt gebruikt. Heel moeilijk woord, amigurumi, is een manier van knuffels maken. Die is overgewaaid uit het oosten, China. Dat is een hele mooie methode. Maar daar wordt deze steek mee gebruikt. Hier zie je dat de steek iets anders eruit ziet. Dat zijn ook verschillende steken. Dat krijg je in les 2. Dat heet dan stokjes, dubbelstokjes, halve stokjes. Dan worden de vasten uit les 1 nog een keer herhaald. Je krijgt een knoop. In beide gevallen krijg je een pakket. Die wordt uitgebreid in de 3 lessen. Iedere les krijg je een bol wol extra. Zodat je een variatie hebt aan kleur. Dit is dan eigenlijk een tasje. Je kunt er nog een hengsel aan maken. Je kunt eigenlijk, met die lap kun je ook iets anders bedenken wat je wil maken. Dat is helemaal aan jou. Ik geef je een techniek waardoor je het kunt leren. En je mag je eigen creativiteit altijd inzetten. In les 3 gaan we granny squares haken. Granny square ziet er zo uit. En hiervan kun je een trui haken, een vest maken, een deken, een omslagdoek. Er zijn zoveel methodes. Je maakt eigenlijk allemaal vierkantjes en die haak je aan elkaar met een techniek. En die leer je in les 3. Dit is gemaakt van verschillende kleuren. Dit is dezelfde granny square gemaakt in 1 kleur. Dus dat heeft alweer een hele andere uitstraling. En je hebt nog wat moeilijkere varianten. Het granny square is dit de basis wat ik je net liet zien. En je kunt daarop variëren met verschillende steken. Deze heeft bijvoorbeeld, zit er een bloem in. En deze niet, die je net al zag. Zie? Dus dat is eigenlijk de manier waarop ik je laat kennis maken. En tussendoor ga je dus oefenen als je thuis bent met de basishaaksteken. Oké, nou, fijne dag nog.